De Nationale Assemblée heeft de regering toestemming gegeven voor de 9e volkstelling in Suriname. En die begint op 14 oktober om middernacht. De wet is met 35 stemmen aangenomen, waarbij alle fracties het belang van de telling benadrukken. Minister Stanley Ragubarsing van Financiën en Planning meldde dat ondanks de korte voorbereidingstijd het Algemeen Bureau voor de Statistiek in staat is om de telling tijdig te organiseren. De voorbereidingen waren al begonnen voor de goedkeuring van de wet en de begroting van 2024 bevat ook details over deze voorbereiding. De vragenlijst voor de volkstelling is volgens de bewindsman samengesteld door verschillende actoren. En dat betreft NGO's, dat betreft overheidsinstellingen, particulieren, bedrijven, LGBT. En op die manier is dus die lijst samengesteld met een brede maatschappelijke consultatie. Dat is gevoegd bij de kennis en ervaring die het ABS zelf heeft. Maar in dat verband is het ook goed om te vermelden, en die vraag was wat dat betreft erg relevant, worden de vragenlijsten geëvalueerd en zijn er counterparts waarmee je kunt afchecken, kun je benchmarken? Ja, de vragenlijsten worden geëvalueerd en aangepast. Ook nu, de kwestie van ICT-gebruik is daardoor op de vragenlijst gekomen. De toevoeging van de LGBT-gemeenschap op de vragenlijsten zit erop. Dus die vragenlijst is niet een dood document dat we elke keer kopiëren. Ragubarsing bevestigde dat de telling volledig is uitgewerkt en op verschillende manieren zal worden uitgevoerd in het kustgebied, het binnenland en de goudvelden. Hij benadrukte het belang van de medewerking van de bevolking, aangezien de verzamelde gegevens cruciaal zijn voor beleidsvorming. Persoonlijke informatie blijft veilig en iedereen wordt aangespoord om deel te nemen aan de telling. De gemeenschap zal via diverse kanalen op de hoogte worden gehouden.